Het imago van Bas Nijhuis ligt volledig aan diggelen vanwege bizarre onthullingen in de privé. Een maand na het uitkomen van dat schandaal, hij is door het blad neergezet als een ziekelijke fantast, zat hij eind september nog één keertje in vandaag Vandaagensite, maar dat optreden heeft hem geen goed gedaan. Hij kwam daar erg ongeloofwaardig over. Dat optreden heeft zowel de mannen van VI Kritiek opgeleverd als Bas nog een schandaalartikel in de privé bezorgd. En privébaas Evert Santegoeds heeft al gewaarschuwd, als Bas daar weer gaat zitten met een slecht verhaal, dan komt er wederom een follow-up. Nou, we hebben Bas daar sindsdien dus niet meer zien zitten. Het pijnlijke is dat de mannen van VI er ook weinig vertrouwen meer in hebben, want Bas werd gisteravond voor de tweede keer in een week tijd, het slachtoffer van pikante grappen aan tafel bij VI. Ze lijken daar het wangedrag van Bas wel degelijk te geloven, hoe hard de scheidsrechter de verhalen ook ontkent. Wilfred Gené brengt een wedstrijd ter sprake die door Bas is gefloten. Johan vond Bas wel goed fluiten, maar jij vond Bas minder goed fluiten, begreep ik toch? Tafelgast Valentijn Driese daarop: Bas maakt gewoon twee foutjes, want die wordt twee keer door een beginnend scheidsrechter naar de kant gehaald. Johan Derksen probeert het gesprek aanvankelijk serieus aan te vliegen. Jawel, maar dat kon hij niet zien. Ik vond Bas gewoon fluiten, maar dan onder de stress, want Bas heeft natuurlijk heel veel zorgen. Nee, niet als scheidsrechter. Dan, ik vind het goed dat de KNVB hem gewoon op wedstrijden zet. Hij heeft privéproblemen, maar dat heeft niets met zijn fluiterij. Nou ja, ha 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 ha. René van der Gijp kan zijn lach niet inhouden. Ha, ha 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 het heeft zeker wel met zijn fluiterij te maken, ha 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 ha. Johan verwijst daarop plagend naar de vermeende verzinsels van Bas, René, zeg nou eens eerlijk, zou jij het kunnen opbrengen? Je hebt een zieke moeder, twee pleegkinderen en zelf een alcoholprobleem, en om dan elke avond hier te gaan zitten? René houdt niet op met lachen. Nee, zeker niet, ha ha ha. Nee, en als ik dan nog met mijn fluiterij bezig moet zijn, helemaal niet meer. Ha 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 ha. Wilfred probeert de boel te redden door het af te kappen. Laten we er maar even uitgaan we zijn zo weer terug.